In deze video de driehoek van Pascal. Er staan nog geen getallen in, dat gaan we zo meteen doen. Aan de linkerkant zie je de rijen staan. Dus de bovenste, dat is rij 0, 1 cirkel. Daaronder heb je rij 1, 2 cirkels. Rij 2 heeft 3 cirkels en rij 8 heeft er 9. Nou, het gaat dus om de kortste routes van boven naar beneden. Dus als ik daar begin, je kunt daar op één manier komen. Dus ik zet daar een eentje neer. En als ik hier naartoe ga, dan kan dat ook maar op één manier. En als ik hier naartoe ga vanuit de top, dan kan dat maar op één manier. Dus ik zet daar even een eentje neer. Nou, het gaat om de kortste routes. Dus als ik hier sta en ik wil hier naartoe, dan kan dat op twee manieren. En ik wijs je nu allebei aan. Dus ik zet daar een tweetje neer. Dus deze hier naartoe en dan hier naartoe. En die doet niet mee. Dat is namelijk geen kortste route. Nou, ik zet er nog even wat meer eentjes neer. En op zich lijkt me dat wel logisch. Want als ik hier bovenin sta en ik wil hier naartoe, ja, dan kan dat op één manier. En als ik bovenin sta en ik wil daar naartoe, dat kan maar op één manier. En als ik hier naartoe wil, dat kan op drie manieren. 1, 2 en dit is nummer 3. En dat die 3 moet komen te staan is op zich ook wel logisch, denk ik. Want je kunt op één manier daar naartoe, je kunt op twee manieren daar naartoe. Dus als je die 2 optelt, dan moet daar een 3'tje staan. Het is namelijk zo dat elk getal krijg je door de 2 getallen die je schuin boven staan bij elkaar op te tellen. Dus dan heb je daar 4, 3 plus 3 is 6 en daar staat weer 4. Nou, die getallen kun je ook berekenen met behulp van je grafische rekenmachine. De getallen in de n-de rij zijn n boven 0. N staat voor de rij en 0 staat, dat is daaronder heb je dus het element. Dus als we gaan kijken naar, we willen dus berekenen wat er in dit cirkeltje moet komen te staan. Dan hebben we dus rij 3 en dit is element 0. Nou, dat wisten we al. Dit is element 1 en dit bijvoorbeeld is rij 4. En dit is element 1. Dus als ik die wil berekenen, dan doe je dus 4 boven 1. En je weet al dat daar 4 uitkomt. Nou, gaan we die nog even berekenen. Ik heb er een vraagtekentje gezet. Dus dit is rij 6. Dit is element 0. Dit is element 1. En dat is dan 6 boven 1 is 6. En dat kunnen we ook wel even berekenen door de 2 getallen die je schuin boven staan bij elkaar op te tellen. Dus we krijgen 1, 4, we krijgen daar 5. En 1 plus 5 is dan weer 6. Oké. Nou, dan kunnen we het rijtje afmaken, zoals ik hier heb neergezet. Dus ik zet hier een vraagtekentje in. Die kunnen we berekenen. Dat is namelijk rij 7. Element 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dus je krijgt 7 boven 5. Op je rekenmachine 21. Dat gaan we ook even doen door de getallen die schuin boven de cirkel staan bij elkaar op te tellen. Dus daar heb je 5, 6, 7. 6 plus 4 is 10. 10 plus 5 is 15. En 15 plus 6 is 21. Zo. Nou, ik ga er even meer getallen in zetten. Zo, en dan nog een paar. Nou, dan is mijn driehoek van Pascal voor 8 rijen gevuld. Nou, dan kunnen we ook nog even kijken naar de som van de getallen in de n-de rij. Dus de som van de getallen in rij 0, ja, dat is dan 1, En in rij 1 heb je dus 1 plus 1 is 2. In rij 2 heb je 4. En wat zie je? Je ziet elke keer een vermenigvuldiging van 2. Nou, daar hebben we dus ook een formule voor.
Want de som van de getallen in de en de rij is 2 boven n. Of 2 tot de macht n moet ik zeggen. Hè? Dus 1 is dan 2 tot de macht 0. Rij 1 is 2 tot de macht 1. Ja, et cetera. Dus wil ik de som van de getallen weten van de achtste rij, dan doe ik dus 2 tot de macht 8. En dat is 256. Nou, laatste punt, hebben we het eigenlijk al over gehad. Elk getal krijg je door de twee getallen die je schuin boven staan bij elkaar op te tellen. Nou, dan hebben we de driehoek van Pascal wel behandeld. Einde video, tot de volgende keer.